Welkom op deze zelfbewustwordingscursus die uw leven op zijn kop zal zetten. Vanavond zult u nooit meer dezelfde zijn. Uw gastvrouwen zijn natuurlijk Karen Levin en Monique van der Ster, de lichthysterische, toch zeer inspirerende goeroes uit de Randstad. Volgen de instructies nauwkeurig op, want zij zijn van extreem belang voor de balans tussen lichaam, geest en spijsvertering. Wat we bedoelen met een losmaaksessie, te sturen therapie. Dus mensen, het kost u geen zetten, volg de aanwijzingen maar op. Zwaai nu je armen in de lucht, de ritmisch op de beat. We zeggen zwaai naar rechts, naar links omhoog, de ritmisch op de beat. Kom op, we zeggen zwaai naar rechts, naar links omhoog, de ritmisch op de beat. Yo, yo! Nou, mijn naam is Monique. Hi, Monique. Hi. En mijn hobby's zijn het zoeken, volgen en fotograferen van buitenaardse wezens. Ja. Ja, dus zijn we toegekomen aan het volgende onderdeel van de cursus. Onthaasten. We gaan even lekker van onderuit hangen. Vooral Marco kan dat goed gebruiken. Dus ja. Onderuit hangen. En dan gaan we met z'n allen even goed onthaasten. Opzij, 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 maak plaats, maak plaats, maak plaats. We hebben ongelofelijke haast. Opzij, 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 want wij zijn haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten mooi zijn carrière maken, snel bevallen en weer opstaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, want kinderen naar de crash. Het is weigerd om de boodschappen te doen. Nu snel naar kantoor, mobiel vakantie boeken. En zijn tweede auto kost ons heel wat boem. We moeten werken voor de luxe, want we willen een au pair status. Je wilt je borsten laten liften, meteen een afspraak voor een liposuctie. Ja, dat is wel nodig. Ja, en wat ook zo'n dramatisch moment is, ja. Dat je op een goede dag in één keer zomaar je string kwijt kan zijn. Ja, nou nee, erger nog, dat je hem wel voelt, maar niet meer weet waar die zit. Nee. Nee, dat is echt een drama. Oh, verschrikkelijk. Ja, Nee. Ja, en je moet bijna geloof ik nacht op de sportschool. Ja, en diëten, hè? Oh, kind, breek me de bek niet open. Brooddieet, soepdieet, montignac, sausbiet, Sonja bakker. Ik heb het allemaal gedaan. Het heb geen moer geholpen. Nee, als je zo tegen de 40 aan loopt, dan kom je pas echt in verval. Hé, Niek? Zeg dat wel, Ka. Word je wat ouder, ben je al grijs, hangt alles er slapjes bij. Of liefers, die komen er al bijna aan. Vreemd gaan is nu echt van de baan. S'nachts 5 keer plassen en voor je het weet, ben je incontinent. Je moet aan jezelf werken, dat zul je wel merken als je tegen de 40 bent. Ach, Koos, je aura is wat grauw. Het is echt niet vreemd. Je kunt wat kleur gebruiken. En zo van ons. Hoe die al wat, Keus? Al je chakras zijn benaderd. Heb je dat al gehaald? We gaan ze hier. Bent u van al uw zorgen af? Is u niet lekker mee? Wij doen aan alle healing op uw ziel. Oh, niet te lekker dit hoor. Het is niet en iedereen doet mee. Oh, zo! Yeah.
Ik sta hem hier zo te healen, weet je wel. Ja. Ik trek zo al die negatieve vibes, trek ik uit zijn aura. Ja. Hè? En daar ben ik mee bezig. En in één keer heb ik het. Wat dan? Koos is mijn allereerste liefde van vroeger. Dat meen je niet. Heeft hij bij jou ook een keuken gezet, of niet? Ja, zoiets. In de caravan toen. Weet je nog, Koos? Toen had je zoveel zwarte krullen en geen gezichtshaar. Maar toch herken ik je. Geen gezichtshaar. Dit is een heel bijzonder moment. Dit is gewoon echt een heel bijzondere emotionele gebeurtenis. Ik zag hem staan in de groene supermarkt. Hij kocht tahu en sojabonen. Tahu. En toen hij vroeg of ik wist waar de driemaal werd omgezuurde kwark stond. Hau. Wist ik, dit is de man van mijn dromen. Weet je nog, Koos? Zij zelf gebreide sokken, roken naar oude doos. En hij zei, spoel, hallo, ik ben Koos. We hadden plezier in zijn Renaultje 4. Zo werd ik zijn ecologische onbespoten meisje. Meisje. Je onderbreekt een heel bijzonder moment. Dan ga je iets dan zeggen wat niemand verstaat. Praat dan gewoon Nederlands, dat onverstaanbare Nederlands. Daar heeft toch niemand wat mee? Dat verstaat toch geen hond? Dat is in, hoor. Wat is in? Onverstaanbaar Nederlands. Onverstaanbaar Nederlands? Dat is in. In? Daar scoren ze hits mee. De dag die toch zeer raakt ik relatief. Dat ik daar zeg lang vriend. En de dag die toch zeer raakt ik relatief. Ik zag daar, ik heb daar hier. Ik wil daar, elke keer op na. Ik zag daar, ik heb daar hier. Ik wil daar. Ik op een zaadpad tussen Slieden en als ik dadelijk dan in Tippen ben, dan fiets ik de langs Emmers Hond, rond het Vierkantaan, Nijlandstrand, langs het Dobberskanaal. Als ik dadelijk dan de Kaatsen zie, dan fiets ik de. Want ik wil aan wie, ik wil aan de zien. De laatste mooie dag van het jaar, misschien later ben het op een dinsdag ook nog eens mooi. Kan deze. Ik wil aan wie, de duur dat te vieren, maar de achterhoofd wel. Dan wacht graag de muziek aan, als die zijn fiets en het hart niet slim. Dan giet het hoofd vanzelf, wie dood mij lacht, wie dood mij lacht. Ik zou wat zeggen, ja, het mag wel zo.